Vorig jaar introduceerde de Friese sloepenbouwer Antares een helemaal nieuwe boot, de 66. Geen klassieke sloep, maar een moderne boot met moderne vaareigenschappen en wel de voordelen van een sloep, zoals de indeling. En wat je toen al kon verwachten, dat gebeurde inderdaad. Die 66 kreeg een kleiner zusje, de 55. En dat is deze boot. Kenmerkend voor de 66, maar ook voor de 55, is de relatief grote breedte. Deze is 2,50 breed op 6 meter lengte. Nou, dat heeft het voordeel dat je heel veel plek hebt binnenin, maar vooral ook dat hij heel stabiel is. Kijk maar, als ik hier naartoe stap, ik krijg hem bijna niet in onbalans. De boot is goedgekeurd voor 8 personen. Nou, die kunnen allemaal een prima plek vinden. Prima, dat kan ik ook laten zien, want die rugleuning die is lekker hoog. Dat het een moderne boot is, dat zie je bijvoorbeeld aan van die bekerhouders. En verder kun je hem ook klassiek uitvoeren met heel veel teakhout. Of juist modern met een carbon dashboard. Of een mix, zoals bij deze boot, van modern en klassiek. De kleinste motor in deze boot is een 12 pk. En je kunt een range krijgen tot en met 42 pk. Nou, laten wij nou geluk hebben, want hierin zit een 42 pk. Kijk, kun je snel mee varen? Dat gaan we doen ook, want het regent. En ook dan is de boot eigenlijk heel stabiel. Koersvast. Het hoeft nauwelijks te corrigeren, de boot doet het zelf. Hij stuurt overigens wel heel direct, kijk maar. Kwartslag, hè? Weer een kwartslag. De boot heeft een hele hoop mooie details, zoals het verzonken dekje met afwatering. Het zwemplateau dat is aan de boot vastgelamineerd. Dat is groot genoeg om er lekker vanaf te kunnen springen, maar klein genoeg om niet in de weg te zitten in de haven. En dan een ander modern detail, en dat is dat hij geen kabelaring heeft, het is geen sloep, maar dat hij een stootlijst heeft, een rubberen stootlijst. En daarvan weet ik zeker dat hij een hele hoop krassen voorkomt. Het is altijd heel belangrijk dat je voldoende ruimte hebt. Bijvoorbeeld voor je voeten hier bij de stuurstand. Nou, daar kun je tapdansen. En ook onder de buiskap is dat heel belangrijk. Een te hoge buiskap staat niet mooi. Nou, deze is mooi in lijn met de boot. En je kunt er ook nog een keer lekker onder zitten, zonder dat je met je hoofd de buiskap raakt. Deze 55 is te koop vanaf €31.000 bij Antares Boot. Deze 55 vind ik echt stoer. Ruim en eigentijds. Alle informatie over de boottesten vind je op onze website vaarttv.nl.